Jawel, hier is dan weer een splinternieuwe aflevering van POB The Judgment. En vandaag ben ik terug met Kimo, MC Excellent, Tim Beumers en natuurlijk ons gastjurylid Jason Bourne. Mijn naam is Brainpower en we gaan het hebben over een 2 versus 2 battle, oftewel een dubbel battle, oftewel Prilek en Zafko versus Mitch en Nick Veen. Tim, je mening. Dit was het best intens. Net als de freestyles van de dag, dacht ik van tevoren. Wat gaat dit worden? Dit wordt kut, dat dacht ik. En maar dat dacht ik, denk, ah, dit gaat helemaal niks worden. Nee, maar ik bedoel, als je Judgment terugkijkt, ik ben niet heel aardig geweest over Prilek en Zafko. Bij voorbaat, weet je. Ik vond hun over het algemeen gewoon echt kut. Maar ik vond het top. Ik vond het echt top. Ik heb echt genoten van deze battle. Ja. Meerdere redenen waarom. Laten we voor opstellen. Ik heb het gevoel dat Prilek en Zafko normaal echt onder de middenmoot zitten. Maar wat je nu merkte, ze hebben samen gezeten. Ja. Ze hebben samen geschreven. En dat zorgt ervoor, dat weet jij zelf ook, als je in een kamer zit met iemand naast jou die ook kan rappen, dan ga je die ene bar die je alleen opschrijft, die ga je niet opschrijven, want je bent met iemand. Ja. Ik kan, en heb ik ook tegen hun gezegd, op een hefalbum kan ik precies zien wanneer hij een track doet met Adonis en Crooks, doet hij harder zijn best als wanneer hij alleen is. En dat is ook bij hun, ze hebben samen gezeten, ze hebben samen geschreven. En hun level is gewoon echt een paar punten gestegen. Ja, ze waren zeker. Echt tof samen. Aan de andere kant hebben we Mitch en Nick. Dat hebben we een paar keer gezegd, ook in de Judgment. Mitch is iemand, geef hem. Hij is een Mogol. Hij is niet goed wijs. Maar zijn delivery is zo tof. Dat hij, geef hem iemand anders zijn bars. Die goed beter kan schrijven, maar niet kan deliveren. En hij gaat ze echt brengen. Ja. Ik, als een soort van, ik ben Marco Borsato, jij bent John Eubank, laat mij het maar zingen, shit komt goed. Je hoorde nu gewoon, hij heeft gewoon bars gespit die Nick heeft geschreven. Hij heeft ook zijn eigen bars gedaan, ze hebben samen geschreven. Maar je had zeg maar, ja, ik ben een Mogol, Mitch. En dan in één keer switchte hij door naar vierdubbele rijmklank, dubbele betekenis bars. Dat je dacht van, wow! En met zijn delivery erbij, ja, hoe zij samen... Ja. De ingingen van, hey, ja, ik en Nick Veen ben een Limburger. Vriend, die shit was gewoon... Absoluut. Ik zei op een gegeven moment ook tegen Jason Boy van, moet je voorstellen van, er was een fase van, dat ze deden, wat ik heel tof vond, ze deden ronde 1 alleen op de 1 en ronde 2 alleen op de ander. Dat je gewoon met z'n tweeën gewoon iemand... Ik vond het super cool dat Nick op een gegeven moment zei, Nick Veen, van ja, ze zeggen dat ik simpeler moet rappen en daarom ben ik met Mitch. Ik neem deze Mongol, dan middelen we lekker uit. Ja. Het was een leuke bar, maar het was ook echt waar. Het was ook echt waar. Ja. Nick spitte meer als Mitch en Mitch spitte meer als Nick. En die combo samen was killer. Ik had dat echt niet kunnen verwachten dat zo dope zou zijn. Ja, man. En voor Prilek en Zafko hetzelfde. Ik ben ook na dansen waren klaar. Ik heb gelijk mijn koptelefoontje uitgegaan. Ik ben erheen gegaan en zeg, luister, ik ben een motherfucker. Dus kut is kut, maar is goed. Het was gewoon dope, weet je. En als je straks solo een battle doet, please, schrijf gewoon weer met hem in de kamer. als dat het is wat jou beter maakt, neem al je vrienden erbij terwijl je schrijft en deliver die shit gewoon, weet je. En ik heb hier allemaal bars opgeschreven, ik bedoel, come on. Een hoogtepuntje vond ik dat Zafko en Prilek die Mino Lop shit deden en dat ze die M-stemmetjes gingen gooien. Waarom moet je dat schreeuwen? Dat vond ik leuk. Ook de 12 is 24. Pedofiel Plus. Pedofiel Plus. Dat ze die track gooiden op dingen. Dat is, laat me dat zeggen over hun. Laten we niet alles van Kimo wegpakken. Dat stukje volgens mij van, volgens mij weet je, vrijdag 13. Pas 13, ja. En ze hadden een ding over,
Prelec uit mijn hoofd. Hij zou waarschijnlijk gewonnen hebben met allemaal neppe accounts. Dan zeg je, won met neppe stem als Millie Vanilli. Streep het weg aan mijn... Ja. Weet je, allemaal met al, ik zeg eerlijk, ik had verwacht als kut. Het is gewoon fucking hard. Mm. Een van de tofste battles van de dag. Ik waardeerde deze tegen Fiction vanwege de techniek. Dit was entertainment on point. Ja, man. Ze waren allebei de teams, hadden strak delivered. Goed voorbereid ook, hè? Ja. Gewoon allebei niks laten vallen. Time of my life. Ja. Ik heb gewoon echt gelachen, gewoon. Ik was gewoon, I was there. Ja, nice, was man. Het was een duet. En het was delivery. Als ik kan kiezen, vriend, geef mij gewoon non-stop zulke battles. Dit zijn gewoon boys waarvan we zouden zeggen, zijn middenmotors. Deze mensen hebben me gewoon entertainment. Gewoon. I salute you. Ja, tof. Ja, man. Mitch en Nick Veen versus, is het Prelec of Prelec? Ah, wat jij wil. Prelec en Safco. Kimo, jouw ongezouten mening natuurlijk. Ja, ik vond dit de doopste battle van de dag. Beide koppels kwamen als team beter naar voren misschien dan dat ze alleen kwamen. Feit. Prelec en Safco die stimuleren elkaar om nog iets beter te presteren dan dat ze normaal doen. Mm. Dat deden Mitch en Nick Veen ook, alleen die hadden inderdaad die twee verschillende stijlen. Ja. Die samen gewoon een nog vettere stijl. Zij hadden ook onderling... Als ze elkaar soort van aankondigden dat ze eigenlijk elkaar een klein beetje disten, een soort van zelfspot. Ja. En dat werkte heel tof. Ja, nice, ik vond hun echt super nice. Ze elkaar ook inderdaad. Ja. En een van de lijnen die ze hadden bijvoorbeeld is dat ze over, weet niet wie van de twee, en een van die jongens heeft een zaadvraag en chakra oog op zijn hoofd, die daar onder zijn petje verborgen. Daar hadden stoven, die vond ik nice. En Mitch zei van ja, ik ben inderdaad toen gewoon, maar ik heb wel meer battles gewonnen dan jullie bij elkaar. Die kwam ook lekker aan. Lekker. Nou, heel veel, Bart, heeft mijn hooggewaardeerde collega Tim natuurlijk al genoemd. Ik heb hem twee genoemd, man. Ik heb hem gespaard. ik vond het van Prelec en Safco ook nice, want zij dus van dit worden de battles of the bars. En Mitch. Die kwam ook heel nice. Die ook, ik moet ze ook alle twee applauden, man. Ik heb hier echt van genoten. Ik vond het de doopste battle van de dag. Okay. Ja. Ze hadden allemaal het beste bij elkaar naar boven. En dan Mitch en ik, die stijl aanvulling op elkaar, maakte het helemaal compleet voor mij. Oké, duidelijk. Jason Bourne, jouw mening over deze battle, dubbel battle. Ik kon Nick wel verstaan. Ja man, ook dat. Toch? Ja, je kon hem gewoon verstaan. Ja. Het goede samenwerken met Mitch. Ik heb bij Mitch staan, alleen zijn energie krijgt al een 6 van mij. Mm-hmm. Want hij hoeft helemaal niks te zeggen, maar ik voel zijn energie gewoon. Ja. Krijgt daar een voldoende. Hij kan gewoon 2 minuten lang zorgboerderij schreeuwen. Gewoon 6. Ja man, maar Mitch was ook echt aanwezig, letterlijk en figuurlijk. Ja. Je kon Nick Veen bijna niet zien, wat wij al op scherm zagen, toch? Hij was heel energiek. En je kon ook horen dat ze van elkaar lines gewoon leenden, weet je. Je kon horen dat Mitch een paar bars van Nick Veen had, die hij ging spitten en andersom. En dat mag ook, dat is gewoon dope. Nick Veen had wel goede rhymes. Hij rijmde goed, goede flow, punchlines waren ook goed. Bij Prelec en Safco had ik dat ze iets beter samenwerkten, maar dat is ook logisch. Volgens mij zijn ze vrienden van elkaar. En ze, even kijken. Ze hadden ook grappige dingen, net als New Kiss on the Block, bij Nick Veen. Vrek de Mongol, dat soort dingen waren grappig. En samen zijn ze goed vooruit gegaan. Ja. Vergeleken met... als ze apart zouden betten. Ja, precies. Dus ze versterken elkaar. Ja. Oké. Excellent. Jouw mening over Mitch en Nick Veen versus Prelec en In principe is alles al gezegd, man. Ja? Ik applaudisseer beide teams, man. Respect. Tof. Want ja, dit zijn twee teams waarvan de mensen die de flyer zagen zeiden van ja, hier blijf ik thuis voor. Ja, nu heb je gemist, want die boys waren fire. Ze waren gewoon fire. Beide teams waren gewoon fire. Ja. Pet af. Het was gewoon close ook nog, weet je. Ja. Ik vond dat die TSP gang, of hoe ze ook heten, die Safco. Ja, sowieso heette het toch, team TSP of zo. Dat die twee boys een iets betere chemistry hadden, line for line, in wisselwerking. Mm-hmm. Maar ik vond dat de combinatie van Nick Veen en Mitch was gewoon, deed meer damage, in mijn opinie. Ze deden iets meer schade samen. Dus al met al, beide teams, nice. Ja, petje af. Ze hebben goed gekookt voor iedereen. Ja. Weet je wat ik zeg? Ik heb bijna zo'n vibe van, hè? Nee, toch? Mensen die we aanschouwden als een soort van misunderstood, zoals een Mitch of Nick. En een Prelec en Safco die we zagen als van onder de middenmotor. Als die zo presteren van, is dit misschien niet gewoon een ding of zo? Van, dus als we twee boys hebben van,
ik weet niet. En dan breekt hij zelf niet of dat. Ik had dacht echt van dit playlist zelf komen. Je ziet stond gewoon, denk van, oh man, this might be magic. Je ziet toch, dat ze meer doen of zo. Ja. Je ziet dat wisselwerking tussen MC's wel, gewoon chemistry kan hebben of niet. Yep. Ja, ik bedoel, heel veel klassieke groepen waren los gewoon dope, maar samen met vuurwerk. Ja, en dat zie je echt. Ja, klopt man. Ja, maar ik had het gewoon, terwijl het raar is, ik kom uit een groep als rapper. Ja. Waarbij het los misschien nooit geweest was. En bij dit dacht ik uit mezelf van, jullie waren los, maar buiten dat. Dope MC's los. Jawel, maar dan nog had ik van, En dacht van, oh ja, oh, oké, dan samen zijn ze gewoon fucking hard. Ja. Kijk hoeveel shit, er staan hier zeker per pagina nog 7, 8 bars die ik geschreven heb, die hebben we niet eens genoemd, weet je? Ja, dus dat geeft gewoon sowieso shine naar face op Nick Vane, je lijkt op een new kid on the block en Mitch is die verrekte mongol die erbij past, weet je? Of over jouw shit van, dit zijn geen gunfingers, wij verdienen bazooka handen, weet je? Dit gaan we gewoon bar op bar op bar wat we niet genoemd hebben, weet je? Shout out. Denk naar de van Puma van Prilek en Safko. Ja man, ik zeg eerlijk, Puma man, kist. Dat is echt, Veel was fire. Ja, was tof man, was zeker heel erg entertaining. Zijn we klaar, zullen we naar de cijfers Let's gaan? Go, man. Nog één pregnante opmerking of niet? Nee? Wat voor woord? Pregnant jongen, Jezus. Dat beklijft hè. Oh, beklijver. Oké dan, de cijfers voor Prilek en Safko versus Mitch en Nick Vane. Ik ga Prelek en Safko een 8 geven. Lekker. Mitch en Nick Vane een 8,5, man. Oké dan. Oh, excellent. Ik geef team Mitch en Nick Vane geef ik een 9. Eerst Prelek en Safko. Oké, Prelek en Safko geef ik een 8,5. Ja. En Mitch en Nick Vane een 9, man. Duidelijk. Ja. Besef de hoogtepunten. Ja, Prelek en Safko geef ik een 7,5. En ik vond hem toch best wel duidelijk voor Mitch. En Nick Vane die krijgt van mij een 8,5. Ja, ja. Jason Bourne. Ik geef Prelek en Safko een 7. En Mitch en Nick Vane een 7,4. Oké. Okay. Dat is gewoon een 10 in jouw cijfer. Ja, eigenlijk wel. In de wereld van Jason Bourne is dat heel solide. Oké, dit waren de cijfers. Zometeen de gemiddelde cijfers. En dan hier de gemiddelde cijfers voor Prelek en Safko. Of Prelek en Safko versus Mitch en Nick Vane. Prelek en Safko een 7,7. En Mitch en Nick Vane een 8,3. Wat tevens het allerhoogste cijfer is van dit event. Dus gefeliciteerd. Bedankt voor het kijken. De meningen van de jury en de meningen van de jury en de jury zelf zijn niet de enige factoren die bepalen wie de wint. Je kan zelf je stem uitbrengen. Word lid van dit kanaal. Dan mis je helemaal niks. Ik ben Brainpower. Dat is Kimo, Tim Beumers en natuurlijk MC Excellent, ons gastjurylid Jason Bourne. Bedankt voor je kritische mening. En we zijn de volgende keer bij je terug. De mazzel. We'll be right back.